Verpakkingsvrije winkel behaalt eindstreep. Asielzoekers aangekomen. Voorschoten 97 botst met gemeente. En heeft u geld in een belastingparadijs staan? Welkom bij het Unity TV nieuws van dinsdag 5 april. Sportclub Voorschoten 97 ligt in de clinch met de gemeente Voorschoten. De snelgroeiende club wil graag een nieuwe atletiekbaan en een kunstgrasveld. Maar tot grote verrassing van de club denkt het college van BMW daar heel anders over. Deze atletiekbaan is nodig aan vervanging toe, volgens bestuurslid Rob Ferguson. Hij is al een paar jaar bezig om dat voor elkaar te krijgen en krijgt nu nul op het rekest. Dus we zijn nu zover dat we zeggen, nou, dan moeten we kennelijk aan ieder gaan rammelen aan die poort. Mensen, komen op, luister nou wat wij zeggen. En kinderen die hier werken, die willen trainen, die willen sporten. Het moet toch niet zo zijn dat we op een gegeven moment zeggen, jullie kunnen hier niet meer komen omdat we geen capaciteit hebben. Dat we een ledenstop moeten inpassen. Dit voetbalveld zou een kunstgrasveld moeten worden. En de atletiekbaan zou een moderne 300 meter baan moeten worden. Volgens Ferguson zou een investering van de gemeente zichzelf uiteindelijk terugverdienen. Wat is het belangrijkste wat u de gemeente verwijt? Ik verwijt het huidige collegestuk geeft geen visie, maar praat alleen over het feit dat er geen geld is. En dat er geen geld is dit jaar, dat zou kunnen, dat begrijp ik ook wel dat er niet altijd geld is. Maar eigenlijk gaat het verhaal dat we helemaal nooit geld zullen krijgen. En u zegt uiteindelijk zijn ze voordeliger uit op lange termijn? Ja, vandaar dat ik er ook helemaal niets van begrijp. De frustratie bij de club is groot. Want even leek het erop dat het voorstel van Voorschoten 97 in goede aarde viel bij de gemeente. In november is er een motie aangenomen door de gemeenteraad, waarin werd verzocht om aan burgemeester en wethouder om te kijken op welke wijze het plan wat Voorschoten 97 had ingediend gerealiseerd kon worden. Het resultaat van die studie is betekend dat Voorschoten 97 niets krijgt. En dat er wel gelden naar andere verenigingen gaan, wat trouwens een terechte zaak is, daar gaat het niet om. Maar niet naar ons. En daar baalt u van? Ja, zo zou het kunnen zeggen, ja. De gemeente Voorschoten kon vandaag niet reageren op de kritiek. In Leiderdorp zijn maandag de eerste asielzoekers aangekomen in de tot noodopvang omgebouwde schoolgebouwen aan de Leidse Dreef. In de gebouwen is plek voor 320 vluchtelingen. De oude schoolpanden worden in principe 1 jaar gebruikt voor noodopvang. Maandag kwamen 18 gezinnen aan. Vorige week kwam al een groep aan in Leiderdorp, maar deze moest onverrichter zaken terug naar Nijmegen, omdat het pand nog niet brandveilig verklaard was. Er komt een verpakkingsvrije winkel in Leiden. Initiatiefnemers Jeroen Schrama en Anne Gotink hebben de benodigde 9000 euro met een crowdfundingscampagne binnengehaald. Nu de campagne succesvol is verlopen, hopen ze de winkel komend voorjaar te openen. In de winkel worden diverse levensmiddelen verpakkingsvrij aangeboden, zodat de jaarlijkse afvalproductie terug kan worden gedrongen. Daarnaast koop je alleen wat je nodig hebt, waarmee voedselverspilling wordt tegengegaan. Nou, ten eerste gefeliciteerd. De crowdfundingactie is helemaal compleet. Hoe voelt dat? Ja, uitermate goed. Het had een vliegende start, toen zakte het een beetje in. Dus een week van tevoren dachten we van nou, gaan we het nog wel redden. Maar met een eindsprint hebben we het goed gered. En de 9000 euro is dus behaald. Wanneer gaan jullie open? Ja, ik heb al een paar keer daar een opmerking over gemaakt. Maar die heb ik telkens niet gehaald. Dus ik hou het nu nog even, ja, ik durf het nog niet helemaal te zeggen. Een pand is nu het meest belangrijke. Okay, en heb je al locaties op zicht? Nou, de meest mooie locatie op dit moment is het ROC. Bij Lammerschans, daar is een ruimte vrij, daar zou een supermarkt in moeten komen. Is nog niet gebeurd, dus als wij erin kunnen, dan zou dat supermooi zijn. En dan samen met de mensen van de ROC het opbouwen en het runnen. En staat dat al een beetje in de plannen? Is die samenwerking al geregeld? Het is nog niet geregeld, we zijn ermee bezig samen met Klasker Verhoef van Move Your Skill. Dus zij gaat haar best doen en ik hoop dat het dan goed gaat. Okay, en wat komt er nou precies in? Leg me nou nog heel eventjes uit wat een verpakkingsvrije winkel is. Nou ja, dat is een winkel die vooral producten verkoopt die onverpakt zijn. Dus je komt zelf met je eigen verpakkingen aan.
Dat is dan de basis. En wat nu twee studenten van de Leidse Hogeschool nog doen, die zijn aan het kijken van welke 10 producten kunnen er nog meer bij komen die een grote impact hebben op het verminderen van de afval. Met een beetje wrange bijsmaak, er was een verpakkingsvrije winkel in Utrecht, die is over de kop gegaan. Dat is nu op een veiling site, dus daar gaan we op bieden en dan hopen we dat we daarmee onze inventarisatie hebben. Woensdag is het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Gemeenten zijn in het nieuws over het al dan niet verminderen van stembureaus. Een overzicht van de Leidse regio. Op 6 april zal in Voorschoten het referendum als reguliere verkiezing worden behandeld. Dit bevestigt de woordvoerder van de gemeente. Er zal wel 1 stemlokaal minder zijn, omdat het pand in gebruik is voor andere doeleinden. In Leidendorp gaan alle 10 de stembureaus gewoon open. In Leiden wordt het referendum ook als reguliere verkiezing behandeld. Alleen is er wel iets aan de hand. Door de herindeling van de stemdistricten zijn er minder stembureaus, namelijk 44 in totaal. In Oegstgeest zijn er 7 stembureaus open ten opzichte van 12 voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Volgens de gemeente wordt het referendum op 6 april wel beschouwd als een reguliere verkiezing. En in Zoetewoude zullen 40% van de stembureaus niet open zijn voor het referendum. De gezonde school begint bij de gezonde leerkracht. Vanuit deze gedachte trekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1,2 miljoen euro uit voor deze gezonde docent. Op de Hogeschool Leiden weten ze al wat dat inhoudt. Dit houdt in dat wij de toekomstige groepsleerkrachten handvatten gaan meegeven om op hun school waar ze later gaan werken een structureel en een breed gedragen gezondheidsbeleid neer te zetten. En zodat ze uiteindelijk, dat is de bedoeling, de kinderen gezonder gaan worden. PABO-student Fleur Versnel is hier al mee bezig. Ze loopt stage op basisschool De Viersprong in Leiden en is daar de gezonde docent. Het houdt eigenlijk in dat je dingen signaleert, wat bijvoorbeeld ongezond is vooral. En dat je eigenlijk op school een beleid schrijft van bijvoorbeeld de tractaties, dat die altijd gezond moeten zijn. Of tussendoortjes die ook fruit of groente moeten zijn. En ook het beweging in de klas bijvoorbeeld, zeg maar echt in de klas bewegen. Maar ook buitenspeelbeleid is ook heel belangrijk. Directeur Guillermo Holman doet er alles aan zijn school zo gezond mogelijk te maken. En hij is positief over het project Specialist Sportieve en Gezonde School. Ik denk dat het heel goed is voor de toekomst dat je een teamlid hebt wat dit oppakt. Je bent altijd een teamlid die is expert in rekenen en taal. Maar ook dit verdient een teamlid wat op het gezonde. Buiten je vakleerkracht gym heb je ook je teamlid, want in de klas gebeurt nog veel meer. Kan het gezonder op scholen? Ja, absoluut. Ja, het kan zeker gezonder. En de leerlingen? Zeggen die niet van we hebben veel liever dat zoete snoepje? Ik denk hier zijn ze ook al wel heel... bijna iedereen heeft fruit mee in de kleine pauze. Dus ik denk dat het ook wel gewoon heel makkelijk gaat. Dat ze daar eigenlijk denken van ik vind het eigenlijk wel best. Als het vanaf kleuters al goed gaat, dan is het er gewoon ingeprent en dan is het helemaal niet meer erg. Geen straf gezien? Nee. De smaak kan daar soms nog beter zijn, omdat hij wat meer vet dooradeld is. Een vet is een smaakmaker. Maandagavond organiseerden Marcus Royakkers en Bob Gouwlozen samen met het Leids Dagblad de biefstuk smaaktest in restaurant Second Level. 12 zogeheten prominente proefers beoordeelden de stukjes vlees die de koks van verschillende restaurants ter plekke klaarmaakten. Waar gaan we op letten met biefstuk bakken? Met biefstuk bakken ga je uit van wat wil je? Wil je het rauw? Een beetje middelmatig, ofwel dan. En wat vind je ervan dat je de biefstuk mag bakken voor deze smaaktest? Dat is een nieuwe ervaring voor mij. Ik vind het wel leuk. Ja. En wat verwacht je dat ze ervan vinden? Ik hoop dat ze een goede biefstuk zullen vinden, zoals iedereen. Ik verwacht natuurlijk als ik als eerste eindig. Sowieso. Nee hoor, valt wel mee. Nee, ik ga gewoon lekker mijn eigen ding doen en ik hoop dat het goed komt. Ja. Is er iets speciaals aan jouw biefstuk? Geheim ga ik niet verklappen natuurlijk. Nee, ik doe het oud, traditioneel biefstukje bakken. En meer vertel ik niet over. Dat is ook wel door. Ik kon ze misschien zelf niks aan doen. Misschien als net die avond. Dit is een bavet. Ja. Dit is een bavet. Het was gewoon een woensdagavond. Dit is nou een typische bavet. Dit is een typisch. Dit is bavet. Dit is bavet. Heel erg niet raden. Wat heeft ze nou zojuist opgeschreven? Nou, dit is een hele mooie, half doorbakken, medium en een mooie smaak. Goeie smaak. Maar dit is pas de eerste, hè? Dus ik moet oppassen dat ik deze niet al op de eerste plek ga zetten. Hij is wel heel lekker. Ik heb bij de eerste biefstuk, ik vond hem een beetje flauw van smaak.
En ik vond hem een beetje zuurig smaken. En dat komt meestal als kenner, en ik ben slager, dat hij misschien iets te lang in de vacuümverpakking gezeten heeft. En als hij te lang in de vacuümverpakking gezeten heeft, dan gaan de melkzuurbacteriën groeien. Daardoor krijgt hij een beetje zuurige smaak. Maar dat kan suggestie zijn, maar daar neigt hij wel naar, laat ik het zo zeggen. Ik vond hem ietsje te veel doorbakken. Hij mag voor mij iets rauwer. Maar ik zeg het, smaken verschillen, dus. Hij was wat rauwer dan de vorige. Wat zachter ook. De smaak vond ik goed. Het is een beetje een kwestie van persoonlijke smaak, wat je lekkerder vindt. Of iets steviger, of iets als dit. Ja, nou, dat. Maar hij was goed. Ik hoor alweer, dus de Leidse elite hier. Biefstukje ligt op tafel. Wat verwacht u ervan? Het kan heel erg schommelen. Het hangt een beetje van de leverancier af. Ik denk dat als je aan zo'n contest meedoet, dan moet je gewoon goede biefstukken leveren. Hetzelfde formaat, dezelfde dikte. Eigenlijk hetzelfde stuk vlees gewoon. Ja, dat wil wel schommelen. Wij hadden met elkaar hier twijfel of hier twee verschillende biefstukken werden geserveerd. Bleek niet het geval. Het zit in de dikte van het vlees, hoe het gesneden wordt. En haaks op de pezen of in het verlengde van de pezen. Dat maakt een enorm verschil in smaak. Terwijl de notaris alle beoordelingsformulieren bekijkt, wordt er vol spanning nog even geborreld. Op de derde plaats eindigt de restaurant 12 uit Leiden. Tweede werd restaurant De Zwaan uit Katwijk. En de winnaar is Bistro La Croûte uit Warmond. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Ja, ja, super. Wat vind je ervan? Ja, fantastisch. Echt verrast. En helemaal super blij eigenlijk hiermee. Ik ben. Ik heb met volle moed zijn we hier naartoe gegaan. Ik vond het leuk initiatief dit. En ik vind dit ik vind het een ontzettend leuk idee. En daarom vonden we het leuk om mee te doen. We hebben een speciaal concept en dat is op een houtoven. Die kon ik helaas niet meenemen. Maar de Green Egg die heeft hier ontzettend goed zijn best gedaan. En heeft mij met alles geholpen om het resultaat te behalen. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Een Panamees kantoor is het middelpunt van een wereldwijd schandaal dat is omgedoopt tot de Panama Papers. Het juridische adviesbureau Mossack Fonseca lijkt heel wat miljardairs te hebben geholpen geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Hebben inwoners van Oegstgeest ooit creatief hun administratie gedaan? Nee. Laatst ook nog controle gehad en alles was in orde. Ja, en creatief, ja, je moet het soms wel goed nadenken, maar wel gewoon eerlijk blijven, zeg maar. Nee hoor, dat is geen probleem. Nee, ik sta nooit rood. En ik sta, goed blauw voor een paar euro, dus dat is alles. Jawel. Ja? Vertel. Maar, gewoon normale gang van zaken. Tuurlijk wel. Dat was mijn beroep in de financiële administratie altijd. Dus, maar ik bedoel, wil je mijn mening weten over dit Panama-toestanden? Ook, en misschien of hij zelf toestanden heeft meegemaakt? Geen geld erdaan liggen of zo, maar ik vind het wel erg schandalig wat er gebeurt. Dat die hele super rijken die zoveel geld hebben, dat die nog een keer eens een keertje zich, die hebzucht. Mijn boekhouder die regelt ook gewoon mijn zaken daarvoor. En die doet het erg goed. En ik heb zelf niet zoveel verstand van. Daardoor kan ik ook niet echt creatief zijn. Maar hij heeft wel goede oplossingen wat gewoon legaal is, zeg maar. Als ik nou bij spreken 400 miljoen zou hebben, dan zou ik een miljoen afdragen voor bijvoorbeeld voor instanties, ziekenhuizen, goede doelen. Hè? Maar deze mensen hebben nooit genoeg. En we kunnen er niks aan doen. Nee. Niet in die mate als hun, laat ik het zo zeggen. Dat. Heeft u aangifte altijd zelf gedaan? Ja, dan weet je tenminste wat je hebt. Ik ben een beetje niet al te egocentrisch ingesteld. Heeft u de indruk ook? En dan nog het weer. Vandaag was het een wisselvallige dag met veel bewolking. Er stond een zwakke tot matige westenwind. En de maximale temperatuur lag rond de 11 graden. De weerfoto van vandaag is gemaakt door Chimène Karine in Leiden. Gedurende de avond en de nacht blijft het droog met hier en daar enkele wolkenvelden. Er waait een matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar de 6 graden.
Morgen wordt het een natte dag met af en toe zonneschijn. De temperatuur stijgt niet verder dan de 12 graden. Dan kijken we nog even naar het weer voor de rest van de week. Tot aan het eind van het weekend blijft het droog en bewolkt, maar maandag zullen er een aantal buien gaan vallen en de gemiddelde temperatuur wordt zo'n 12 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Woensdag om 6 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we u op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een hele fijne dag.